Yo, Milan hier en ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Maar deze week was wel echt heel bizar. Bo moest naar het ziekenhuis. Er is een heel vet slaapfeest bij Jonathan thuis. We hebben 2 minuten, dus we moeten nu echt rennen, anders gaat die bus weg. Kom! Ah! Mijn enkel. Dan moeten we toch maar even naar de eerste hulp gaan. De laatste keer dat we hier waren, was toen Ramzi hier lag. Ik kan hier niet naar binnen, het kan echt niet. Kijk even naar je enkel. Hij is superblauw. Het is nog maar kort geleden dat Ramzi is overleden. En soms voelt het nog steeds alsof het niet gebeurd is. Ik heb echt het gevoel dat we dicht bij Ramzi's kamer zijn. Ik wil gewoon weg uit dit stomme ziekenhuis. Ja, maar dit is een ziekenhuis, Bo. Alles lijkt heel op elkaar. Bo de Wilde? Denk ik eindelijk klaar te zijn. Wil eens kijken of mijn enkel gebroken is. En wil eens een foto. Ik heb al mijn appjes van Ramzi bewaard. Wissen kan ik echt niet. Luister, Jessica, echt vette boeren. Mam, kan je alsjeblieft hier naartoe komen? In het ziekenhuis. Ik ben echt blij dat je er bent. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Het enige jammer is dat dit betekent dat mijn moeder dus ook wordt gebeld. Wat doen mijn hakken hier? En waarom hebben jullie van die rare outfitjes aan? Liegen en hele nachten wegblijven, er zijn grenzen. Ja, wel heel heftig dat dit ook het ziekenhuis is waar Ramzi is overleden. Hij was echt tof. En trouwens, hebben jullie Stefania gezien? Zo, zij is knap! Voor de volgende les wil ik dat jullie graag een duet voorbereiden. Het is beter als wij niet samen gaan. Zoek wel iemand anders. Steve die brult als een leeuw. En als ik met Stefania ga, dan let iedereen op haar en niet op mij. Ik wou het nog hebben over de vorige keer. Oh, toen je net deed alsof je mijn vriendin was vervolgens. Ik ga liever met Steve dan met jou. Ik heb erover nagedacht. Dus we gaan die opdracht gewoon wel samen doen. Oké, okay, dan doen we hem gewoon samen. Iets zachter alsjeblieft. Waarom? You give me a reason some. To believe in. Ik kreeg dus dit berichtje van Ebru. Steven Ebru. Ja, die is ziek. Ik wil invallen. You give me the meaning, something I can breathe in. I know, I know, I know. Nou ja, volgens mij ging het wel goed. Steve kan echt heel mooi zingen. Kom je thee drinken na school? Hey, ik kan niet, want ik ga iets doen met Stefania. Kom. Ja. Echt lekker dit. Steve doet 0 moeite en krijgt een bekende vlogster als vriendin. Ik doe zoveel moeite en ik krijg niks. Is dit nu mijn karma? Ik had echt niet aanzien komen dat Steve kan zingen. Wat ik ook niet had aanzien komen, is het Viscom drama met Max. Ik moet even voorstellen aan de nieuwe goudjes van de mediatheek. Dit is echt zielig. Maar Loes, je overdrijft een beetje. Mensen hebben toch ook gewoon hamsters? Je moet dieren helemaal niet gevangen houden in kleine ruimtes. Dat is gewoon dierenmishandeling. Een aquarium moet minstens 1 meter lang zijn. Ik vind dat ook heus wel zielig voor die vis. Maar als ik dat nu nog zou zeggen, zou Bibi zeggen dat ik loog. Toen Max even weg was van zijn plek, heb ik... Zo kunnen we hem vrijlaten door de wc spoelen en dan gaat hij naar de zee. Wat ga je doen? Dat beest gaat gewoon dood als je hem door de wc spoelt. Ik vind het ook zielig voor Bram. De dierenbescherming bellen, dan kunnen zij Bram komen redden. Zo kom ik in de problemen, dit kunnen jullie niet doen. Wat wil je dan doen? Heb je echt Brammetje in je kluisje verstopt? Marloes vertelt dat jij de vis van Max hebt gestolen. Je stopt toch niet een vis in je kluisje? Dat is je reinste dierenmishandeling. Ik probeerde die vis te redden. En jij loopt even met mij mee. Ebru had die vis niet zomaar mogen stelen, dus ze moest wel iets van een straf krijgen. En om die meiden tegemoet te komen, heeft Bram nu een grotere kom. Ik moet voor straf Bram de rest van het jaar verzorgen. Plup, plup. Wat een happy ending. Het was helaas geen happy ending voor Nola en Jesse. Ik wil iets zeggen over ons, maar... Ja, ik vind je ook leuk. Ga je dat nog niet door? Vind je me leuk genoeg om het weer aan te maken? Als jij dat zo wil noemen, dan vind ik dat prima. Het ging wel weer een beetje op zijn Jesses. Nooit 100% zeggen wat hij nou echt voelt. Waar is hij zelf voor? De hele wereld moet toch weer weten wat het aan is? Maar ik weet zeker dat mensen geen social media nodig hebben om erachter te komen dat wij weer een relatie hebben. Het is zo raar dat Jesse niet wil dat ik een foto met hem plaats. Het zou eigenlijk beter zijn als iemand ons zogenaamd betrapt. Wil je dat ik een filmpje maak of een foto of zo? Heb je dat filmpje op Klikker gezien? Echt, waar bemoeien ze zich mee? Ja, ik ga echt achterkomen wie dit heeft gefilmd. Zie je dat? De zwart-groene tas. Deze van Daisy. Waarom zou je dat doen? Ik snap dat echt niet. Je dacht niet na. Ja, toch deze? Ja, sorry hoor, maar het was niet mijn plan. Oh, jullie hebben dit dus samen bedacht? Omdat jij niet wilde dat ik een foto op social media plaatste van ons, ben ik vet onzeker. Ja, dit hele gebeuren laat we zien hoeveel we van elkaar verschillen. Misschien is het gewoon een goed idee om gewoon niet samen verder te gaan. Ik snap echt niet hoe die twee altijd maar weer ruzie kunnen krijgen. En dan is er ook nog dit gebeurd. Ja, hij heeft mijn fiets kapot gemaakt. Philip zegt dat ik alleen bij familie Vongens ben, omdat ze daar geld voor krijgen. Ik heb bewijs. Kijk maar op Klikker. Wat een sukkel die Philip. Niemand mag weten dat Klikker bestaat en zeker mijn vader niet. Wat voor app? Wie heeft die app gemaakt? Weet u niet. Als ik erachter kom wie dat is, zo iemand wil ik gewoon niet op school hebben. Dus jullie doen niet mee met die app? Dit vind ik net.
Ik kan ook wel bedenken wie dit gefilmd heeft. En maar onschuldig doen. Het gebruik van mobiele telefoons is op deze school niet langer toegestaan. Ik heb net contact gehad met het IT-bedrijf. En wat blijkt nou? Die app is destijds betaald met mijn creditcardgegevens. Je weet dat we enorm op je gesteld zijn. Maar dit is nou al de zoveelste keer dat je voor problemen zorgt. Ik was helemaal vergeten dat ik de creditcard van mijn vader had gebruikt. Milan heeft Klikker niet gemaakt. Ik heb geen zin in 3 jaar huisarrest. Maar voor Milan zijn de gevolgen waarschijnlijk 100 keer erger. Jij doet altijd alsof de brugklas 1 groot feest is. Maar iedereen doet mee met die app. Ik heb geen zin. Is iedereen dan gek? Jij zit fout, Jamie. En goed fout ook. Ja, ik weet echt niet hoe dit gaat aflopen. Ik bedoel, Forms gaat toch niet zijn eigen dochter van school afsturen? Hoewel, ik heb ouders rare dingen zien doen. We gaan het zien. Het is in ieder geval beter, denk ik, dat ik me voorlopig even koest hou. Dus dit was dan alweer de laatste Milans update. Laat hieronder weten wat jij het leukst vond van deze week. Headbang die like button en abonneer. Metal.